Yo guys, what is up en super tof dat jullie kijken naar een nieuwe video. Mijn naam is Wesley en ik keer voor jullie uiteraard weer terug in de SV Survival, jongens. Welkom. Ik ga vandaag voor jullie... Fuck. Oh, hit die axolot op mij nou? Hey. Maar ik ga vandaag voor jullie wat doen. Want ik ga binnen de muren... Auw. Ik ga binnen de muren bezig. Er is een nieuw eiland bijgekomen. Ik heb zoveel dingen gehoord. Ik hoor raketjes. Ik zie iemand vliegen. En dat is volgens mij Jaden. Ik ga naar het middelste eiland toe. Ik wil weten wat dat is. Die roos. Wat is dit? Hé, hey, ik ga daar niet naar beneden hoor. Echt niet. Wacht. Wat is dat? Ja, ik wil daar niet naar beneden. Jongens, ik ga gewoon doen wat ik wou doen. Ik ga met een muur bezig. Daarvoor heb ik ook wat materials in mijn inventory. Om ermee te kunnen verder kunnen gaan. Want ik wil nu gewoon een beetje die detail in de muur brengen. Want zometeen als de eilanden uiteraard uiteindelijk weg zijn. Dan wordt er ook binnen de muur gebouwd. Dus. God. Ah. Nee. Wesley. Lelijk kring, waar ben je? Ik hoor Jaden. Daar is hij. Waar ben je dan? Oh, hier. Kijk, Des. Hier. Hier, de muur. Ah, kijk. Nee, ik spring wel even hierin. Vertel. Oh. Waar vlieg je heen, jongen? Oh, daar ben je. Moet je luisteren, ik heb gewoon een beetje een kutperiode hier. Oh. Als je misschien wel een beetje door hebt, ben ik wel wat afweziger. En ik heb, ja, weet je, ik krijg allemaal gezeik, bladibladibla. En ik ga er vandoor, man. Wat doe je om in? Je gaat er vandoor. Je komt alleen vertellen, je hebt problemen, je hebt gezeik en je rent direct weg. Kijk hier, daar is Matthijs. Ga maar met hem praten. Hé, hey, Thijsie. Spreek elkaar snel. Mooi heen. Alles goed? Ja, ik ben even op pad. Ja, ik zie het. Wat brengt jou naar mijn dorp dan? Ja, weet niet. Ik heb een gekke Duitser in mijn dorp, Klaus. Ja, kan je zo'n TPA op mij doen? Ik heb wat voor je. Ja, of je komt gewoon erbij! Doe nou maar een TPA, jongen, ASO. Kijk, mijn vriend, dan kan je met me meevliegen. Oh, god. En die mag je ook houden, die mag je ook houden. Ik zal zeggen, doe zuinig met je raketjes. We gaan even naar dat groenachtige middelste eiland. Ik wil even kijken wat dat is. Ik heb niet echt mijn aandacht erin gestoken om te kijken wat hier precies zit. Oh, Die middelste, zei je? Ja, die middelste, ja. Dat is een tijdje geleden. Matthijs, aangenaam. Galaxy Lord, Matthijs. Duister Prinses, Matthijs. Ah, ik word gek. Wat is hier gaande? Zolang Klaus hier niet is, dan vind ik het prima. Wat is hier gaande? Oh, jij gaat er even vandoor. Hé, wat heeft dit te betekenen? Wat is dit voor eiland? Zit er wat in dit huisje? Kom jij weer aan met je eilanden? Wat is dit? Een eiland. Een eiland. En wat moet dat hier? Dit is een eiland voor mijn plan. Welk plan? Waar heb je het over?
Een plan. Mag ik naar binnen? Mag ik naar binnen? Ik weet niet of het mag, ik doe het gewoon. Ik wil weten wat hier zit. Twee levers. Oh, dan ga ik hier weg. Ik mag levers niet. Matthijs, ik zal zeggen succes. Ik mag levers niet, nooit niet gemogen. Jij bent zeker de vrouw van Klaus. Oh. Waar ben je? Ik ben in mijn huis, man. Ik ga boven bij mijn raam focussen op die eilanden, maat. Ik vertrouw die levers niet. Ik weet ook niet wat ze nu gaat doen, maar... Ik weet in ieder geval wel dat dat niet goed gaat aflopen, denk ik. Zagen jullie dat ook in de verte, jongens? Ik zoomde niet in, maar die deur die ging dicht. Nou, ik weet niet, Klaus is in mijn dorp. Ik weet niet of dat de vrouw van Klaus is, maar... Nee. Oh, nou is de deur weer open. Ah, jij vroeg waarom ik hier was, hè? Ja, ik werd wakker hier in een of ander huis. Voordat ik wist, was ik nog in mijn dorp en ben ik door een... Hé, hey, yo, wat? Ben ik door een Duitser op mijn kop getikt. Je raam is stuk. Mijn banners! Pleisterwerk en dat redt zich wel. Huh. Wat was dat? Dat was een grote vuurbal. Eén raam stuk geschoten. Nou, goede mikker. Ja, dat is de vrouw voor Klaus, denk ik. Klaus kan blijf hier, blijf schieten. Hier, blijf hier. Ja hoor. Oh, die heb ik nooit gezien. Er staat iemand bij haar die ik niet ken. Of tenminste nog nooit eerder gezien. Ah, misschien ken ik hem wel. Wacht even, ik ga even kijken. Als ik niet terugkom, ben ik dood. Oh nee. Hallo, goeiemorgen. Is er ook koffie? Oké, wacht even. Eén op de ouderwetse manier. Hallo? Nou, dan niet joh, chagrijnige kutwijf. Hé, hey, daar ben je. Hoi, Heim. Ze hebben geen koffie. Alleen thee. Ik lust geen thee. Ja, ik ga gewoon bezig met de muur en zo. Ja, ik... Alleen wel heel naar dit, dat ik... Wat? Oké, ik ga weer terug naar mijn huis, want dit vind ik niet echt leuk. Het wordt ineens wordt het donker. Uh-oh, help. Blijf eens van me af, Viesrek. Hey. Viesbeuk. Oh god. Super toy! Huh? Oh, denk shit. Dat er iets gaat gebeuren. Ja, is die vuurwerk een sign of zo voor iets? Je wil kijken? Nou ja, ik weet wel wat ik ga doen. Kom op, net zoals vroeger. Ja, we gaan zo kijken, net zoals vroeger, inderdaad. Maar ik ben toch zo verrekte moe. Ik denk dat ik maar even moet gaan slapen. Waar ga je hangen? Thijs, waar ben je? Ben jij chanting? Kom. Kom eraan, ik kom eraan. Oh, wacht, ik heb misschien nog wel wat voor je. Blijf staan. Misschien nog een extra cadeau voor je. Maar dat weet ik niet zeker. Nou, man. Heb jij een tip hoe ik Duitsers uit mijn dorp kan krijgen? Want ja, Klaus is een Duitser, maar hij is wel vrolijk voor de rest, maar... Hier. Wat voor gare dildo is dit dan? Hier.
Een efficiëntie 5, een breaking, 3 iron pickaxe. Nou, dankjewel. Ja, ik weet niet, man. Ik ga weg hier. Ik vertrouw het hier niet. Ik ga weg hier. Ik moet echt die, weg. Die Duitser in mijn dorp is nog aardiger dan dit. Ik ga even weg bij mijn dorpje. Ik ga mensen, ik ga echt... Bro, die eilanden zijn in één stuk. Wacht, ik ga naar... Hier zit ergens een hutje als het goed is, op een berg. Ja, kijk. Ja. We zien elkaar daar. Hey, Peppa Pig. Tja. Hey, Strijs, ik ben het. Wat is dit? Ik denk dat wij hier wel even tijdelijk veilig zitten. Ik ben een tijdje op vakantie geweest en... dan hebben we dit. Het kan ook nooit normaal zijn, hè? Ik denk dat we hier wel even veilig gaan zitten, maat. Oh, jongens, ik... Ja... Maar ik vind het raar. We hebben ook geen evacuatie iets gekregen of zo. We hebben geen alarmmelding gekregen of zo. Dus iedereen is ook jouw dorp uit. Oké, wacht. Ik ga kijken of ik... Ik ga weer naar mijn eigen dorp. Ik spreek jou nog wel. Later, jongen. Het ging ook nog maar net. Ook nog maar net goed. Die even zo. Au, 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 au. Au. Super tof. Oké, ja, jongens, dit is een hele korte aflevering. Alleen ik weet niet zo goed dat ik verder moet. Ik ben hier eigenlijk uit nood heen gegaan, omdat ineens het eiland was kapot. Net ik werd wakker en dat eiland was gewoon stuk. Dus ik denk in de volgende aflevering dat ik wel meer kom te weten over alles. En ik hoop stiekem dat in de volgende aflevering de eilanden weg zijn. Maar daar ga ik niet van uit. Alhoewel, ik zou het niet weten eigenlijk. Ik hoop dat jullie deze hele, hele korte aflevering leuk vonden. En ik zie jullie bij de volgende aflevering. Ciao.